Ja, voor de zoveelste keer staan de messen weer geslepen en dan gaan we er weer op aan. Het is inderdaad niet meer te tellen hoe vaak de inwoners van Zwaagdijk-Oost in actie zijn gekomen tegen de komst van Windmolenpark West-Frisia. Bezwaarschriften, protesten, petities, vergaderingen en ga zo maar door. Alleen zonder succes. Uiteindelijk besloot de provincie een paar maanden geleden de windmolens mogelijk te maken in het West-Friese dorp. En de boosheid over dit besluit is nog zeker niet verdwenen. Echt tot in het bot voelen we dat wij op een onterechte wijze worden benadeeld door de provincie. Vooral de aparte regeling voor Windpark West-Friesia maakt ze boos. Bij hun mogen de windmolens op 500 meter afstand worden gebouwd, terwijl voor alle andere plekken 600 meter geldt. En daarom vechten ze vandaag voor een laatste kans bij de Raad van State. Je blijft hoop en nogmaals, ik vind dat je moet blijven strijden tot het bittere eind. Zenuwachtig voor vandaag? Nee, niet zenuwachtig, wel strijdbaar. Tijdens de zitting laat de provincie nog maar eens weten dat alles volgens de regels is verlopen. Maar daar denken de Zwaagdijkers heel anders over. Hier is sprake van willekeur, een schijnprocedure, ongelijkheid en misbruik van recht. Ons recht op fair play van de overheid. Alsjeblieft, stuur het besluit van provinciale terug naar halen met een groot rood kruis erdoor. En daarom sta ik hier. U bent onze laatste redding. Normaal gesproken is de uitspraak over 6 weken. Maar de Raad van State heeft al aangegeven meer tijd nodig te hebben. En wat de tegenstanders van de windmolens betreft, kan het niet lang genoeg duren. Ik heb al gezegd van doe rustig aan, haast u langzaam. Dus wat ons betreft mag het nog jaren duren.